Europa is voor Pakistan is ongeveer de belangrijkste handelspartner voor het export van met name textielproducten. En ze hebben de boodschap zeer goed begrepen dat die blasfemiewetgeving die er nu is, waardoor christenen worden vervolgd, dat zo niet langer kan. En ze hebben van mij en ook afgelopen najaar van de Europese Commissie echt een laatste waarschuwing gekregen. Dat als de situatie voor minderheidsgroepen als christenen niet verandert, dat dan de verlenging van de handelsovereenkomst met hun land niet door zal gaan. Toch zijn er ook recent nog weer doodvonnissen uitgesproken vanwege overtredingen van de blasfemiewet. Wat voor signaal kan Europa afgeven als dat soort berichten binnenkomen? Nou, het eerste wat we nu doen is dat ook door de inzet van onze intergroep, de Europese Commissie, organisaties mede financiert, mede betaald, die deze mensen juridische bijstand geven. Tot nu toe zijn het vooral doodvonnissen die zijn uitgesproken. Dat is wel erg genoeg, maar ik verzeker u dat achter de schermen ben ik met een aantal mensen bezig rondom de zaak van Asia Bibi. En ook de Pakistanse regering is er veel aan gelegen om haar uiteindelijk op een goede manier vrij te krijgen. Want zij zien ook dat zij onterecht slachtoffer is geworden van een valse aanklacht. Waarom dat nu nog niet gebeurd is, heeft alles te maken met de veiligheidssituatie in Pakistan. De Pakistanse regering is nu al ruim 2 jaar in een hard gevecht met extremisten en terroristen die tot in de steden doorgedrongen zijn. De strijd die ze voeren, de Pakistani met die extremisten, gaat wel de goede kant op, maar ze verwachten toch nog wel 1 à 2 jaar nodig te hebben voordat de situatie echt wat stabieler is. En ik verwacht op dat moment dat ook voor mensen als Asia Bibi en anderen die een doodvonnis hebben gekregen, de situatie wel eens gunstig zou kunnen veranderen.